Bij de hele jonge mensen, van 12 tot 15 jaar, zie je een serieuze daling van het alcoholgebruik. Vroeger had 60-70% van alcohol gedronken op de leeftijd van 12 jaar. Dat is er echt helemaal uit. Maar eens 16, de wettelijke leeftijd voor bier en wijn, dan zie je dat echt het hek van de dam is. Dan 84% van de jongeren drinken alcohol. Bij de hogeschoolstudenten mag je daar nog eens 10% bij doen. Ja. Bij de uitgaanders nog een beetje bij. Maar ook ouderen. Leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar zijn groepen die heel veel drinken. En als we dan nog eens naar gender bekijken, drinken mannen veel meer dan vrouwen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.